Ja, ik zal eventjes nog wat vertellen terwijl ik aan het snijden ben over waarom ik steun de boeren, waarom ik de boeren steun. Het gaat dus over stikstof, hè, nadat we de CO2-debakel hadden, wat gewoon door sommige wetenschappers als heel bedreigend wordt gezien voor het klimaat en voor heel veel andere wetenschappers niet. Maar goed, de IPCC en onze regering die hebben een plan om de wereld te hervormen. En daarvoor moet een soort klimaatcommunisme gaan komen. Het is, ik ben er zelf van overtuigd dat ik volg de monetaire systemen en de banken heel erg op de voet. En de vorige crisis, die zijn verholpen door de mensen dieper in de schulden te steken. Dat is door eerst konden de commerciële banken dus werden toegestaan om meer geld uit het niets te maken, digitaal geld. Want als je dat zeg maar als de centrale banken doen, dan krijg je dus inflatie. Die inflatie is eigenlijk opgevangen door een truc. Ja, ze hebben dus eigenlijk, dat geld kon ze alleen maar scheppen door schuld. Dus wij zijn eigenlijk het onderpand daarvan. Hè. Dus een soort garantie dat het terug wordt betaald. Maar het punt is dat het systeem zo in elkaar zit dat je eigenlijk schulden moet blijven maken, omdat je nooit uit de schulden komt. Hè. Je kan de economie eigenlijk ook alleen maar iedere keer redden door nog meer schulden te maken. Dus die eerst werden het publieke schulden, de staatsschulden, die mochten hoger worden, totdat dat een problematische situatie werd. Hè. Dat de staat, de rentelasten eigenlijk zo hoog werden dat het geld dat uit de economie werd, door belasting werd geheven, niet terugkwam bij de mensen. En dat zorgde voor een crisis. Toen hebben ze besloten, de banken, dat de private schulden mochten. En dat was eigenlijk om door de huizen kopen makkelijker te maken voor iedereen. Ook natuurlijk met allemaal verkoopspraatjes. Doordat iedereen ineens met 3 jaar een vaste baan en eigenlijk geen onderpand of eigen vermogen toch een lening kon krijgen. Ook nog voor een extra keukentje en eventueel nog een extra auto en dat soort dingen, een uitbouwtje. Werd het volume aan geldvolume, de hoeveelheid digitaal geld omloop, die was voor de crisis, mochten banken elke euro 33 keer uitlenen. En nou, die crisis is niet verholpen. Ze hebben het geprobeerd met negatieve rente. De ECB probeert dus allerlei waardeloze papieren van banken en staten op te kopen met allemaal trucjes. En dat ze proberen het eigenlijk op te lossen door die negatieve rente. Ze proberen dus het lenen te stimuleren. Want hoe meer er geleend wordt, hoe groter de schuldenberg, hoe meer geld in omloop. En hoe verder die crisis vooruitgeschopt kan worden. Want het systeem dat werkt gewoon niet. Het is niet houdbaar. Maar niemand wil nu nog de crisis. De rijken die achter die banken zitten, die dit beleid bepalen, hebben een plantje. En zij willen sowieso niet dat de banken de schuld gaan krijgen van de crisis. De volgende crisis of het systeem. Het is een heel lucratief systeem. Hè? Als jij elke euro 33 keer mag uitlenen en daar rente over vragen. Dat is zo'n bedrijf wil ik ook wel draaien. Dus die klimaathoax is erin gegooid. Ja, want je mag voor groene doelen veel meer geld lenen. Je mag ook de schulden maken als staat. Waar de Europa een grens heeft gezet aan de hoogte van staatsschulden. Mag voor groene projecten mag je weer hogere staatsschulden maken. En weer door schuld wordt er geld in omloop gebracht. En daarmee wordt de economie weer eventjes gered. Hè, totdat het uiteindelijk toch in gaat storten. Maar waarschijnlijk zit er in de pen allerlei problemen die uiteindelijk het zogenaamd het instorten van die bank moet gaan veroorzaken. Nou ja, dus die stikstof en die CO2-crisis, CO2 en stikstofcrisis, is dus gefabriceerd. Daar ben ik eigenlijk gewoon 100% van overtuigd. Die boeren worden opgeofferd voor niks. En
wij moeten daarvoor gaan betalen. Wij moeten dus de schulden ingaan. Anders kunnen die banken het systeem niet door blijven sukkelen. Nou ja, de boeren zijn het zoveelste slachtoffer. Alleen de boeren, dat zijn nog oud-Hollandse, traditionele Hollandse mensen met een boerenverstand. En die laten zich niet piepelen. Nou, dat mag duidelijk zijn dat als wij het ergens van moeten hebben, zijn het mensen met een boerenverstand. Want de mensen in de steden, die zijn helemaal gek gedraaid met alle reclame en alle leugens en al hun ja, waanzinnige cultgebeuren. Dat helemaal niets meer te maken heeft met de natuur en met de aarde. Het zijn mensen die zich verkleden als op de meest idiote manieren, zich gedragen als op de meest absurde manieren. Dat gebeurt alleen maar in de steden waar mensen gewoon helemaal maf worden. Ja, dat is, het is daar, dat heeft er doorgewerkt tot aan het Gooise matras. En Amsterdam staat er bol van. En je ziet dat de hele media, die wordt eigenlijk bepaald door mensen die dus in dat zogenaamde cultuurrijke Amsterdam wonen. En die zeggen, die bepalen dus wat de norm is. Nou, die boeren die zeggen, dat is misschien jullie norm, maar doe eens normaal, dat is niet onze norm. In ieder geval, er is duidelijk ineens iets zichtbaar geworden wat nooit zichtbaar was. Want dat staatsmedia eigenlijk het noorden en het oosten van Nederland en het zuiden eigenlijk totaal genegeerd heeft. Belachelijk gemaakt. Hè? Kun je nog misschien herinneren van Griet Titulaar met zijn accent. Die dus ook een beetje belachelijk werd gemaakt. Het is een. Dat linkse bolwerk, Gooi Amsterdam, dat domineert in de politiek en in de media. De boeren zeggen: het is nu klaar. Dus daarom zeg ik: wij moeten de boeren gaan steunen. Als wij nog enig gezond verstand hebben, dan doen we dat. En omdat er dus censuur wordt gepleegd en omdat de media helemaal potdicht zit voor een ander geluid. Ik heb de NOS uitgedaagd om mij de uitzending te nemen om mij belachelijk te maken. En dat hebben ze gewoon niet geaccepteerd. Ze willen dat niet, want ze weten gewoon dat ik ze afmaak gewoon. Het is gewoon één grote corrupte zooi. En zodoende moeten wij als volk iets anders gaan verzinnen om van dat juk af te komen. Zonder geweld te gebruiken, maar wel burgerlijk ongehoorzaam zijn. Die wetten, je moet weten dat onze wetten zijn ooit geschreven door, zijn ze begonnen met opschrijven. En dat waren de roofridders die dat deden. Die roofridders die hadden gewoon, die hadden land veroverd. Die hadden een hele hoop mensen voor zich werken, daar plukten ze geld van. En die hebben gewoon bepaald wat recht is en wat krom. Ja, jij mag onbeperkt bezit hebben, dus nooit een grens gelegd aan bezit. Zo wordt hier op aarde geboren dat alles al voor iemand is. Ja, je kan niet zomaar ergens een huis gaan bouwen of een stukje land nemen om je eigen voedsel te gaan verbouwen. Dat kan niet. Als je de weg wil gebruiken, moet je ervoor betalen. Als je wil werken, moet je betalen. Als je wil wonen, moet je betalen. En eigenlijk ben je gewoon geboren op een slavenplaneet. Waar de heersers zich verstopt hebben achter een schijndemocratie. Het zijn nog steeds de mensen met al het geld, de grootgrondbezitters, zeg maar, die ontzettend veel macht hebben. En in de politiek de mensen die niet meewerken laten vallen, laten verdwijnen, geen podium geven. En de mensen die dus wel hen erkennen en hun beleid, zeg maar, steunen, in deze podcast geloven. Die krijgen dus belangrijke sleutelposities in de politiek. Nou ja, dus het is een totaal corrupt systeem. En dan zal je weer zeggen, er zijn mensen zeggen, oh wat een complotdenker. Nou, ik heb altijd één vraag aan mensen die denken van, dat die dus mensen graag labelen als complotdenker. Dus mijn vraag is altijd, de geschiedenisboeken staan vol met complotten. En een van de bekendste is wel die met Caesar. Die verraden werd door zijn beste vriend Brutus.
Ook gij, Brutus, riep hij. Dat is een hele bekende. De geschiedenis staat vol met complotten. En mijn vraag is dan altijd, wanneer zijn wij wereldwijd, hebben wij besloten geen complotten meer te smeden? Wanneer was die vergadering? En als er dus complotten gesmeed worden, want dan kan je alleen, ze zijn nooit gestopt. Wat zijn dan die complotten? En dan kan je dan gaan kijken van, hoe kan het nou dat een regeringspartij of een partij als D66 meehelpt het referendum dat zij er zelf in hebben weten te krijgen, waardoor ze dat afbreken. Ja, dat de mensen dus gewoon minder stem krijgen, minder zeggenschap in de politiek. Omdat het gewoon een probleem wordt om die agenda van die elite uit te rollen. Dus wordt er van alles verzonnen, ja, dat, om die stem van het volk tegen te gaan. En zo, omdat die mensen dus ook de scholen in handen hebben, poepen ze daar op die scholen allemaal gehersenspoelde kinderen eruit, die allemaal in die riedel van die elite gelooft. Dus het is een, we voeren een oorlog tegen een heel erg rijk en een heel erg machtig syndicaat. Dat eigenlijk overal de vingers in de pap heeft. En eigenlijk die macht alleen maar kan behouden. Omdat er nog zoveel mensen zijn die geloven dat wij in een eerlijke democratie leven. En dat wij dat die, de politiek eerlijk is. En dat ze dat wel zouden zeggen als het zo was. En nou ja, dan, als je zo naïef bent, dan is zo, zoals de boeren die nu wakker worden. Omdat ze gewoon zien dat ze gewoon verschrikkelijk genaaid worden. En dus heel Nederland gaan platleggen. Zo moeten we elke keer, hè, zo ben ik ook genaaid in de vorige crisis 2008. Waardoor ik alles ben verloren. En iedereen moet om de beurt alles verliezen. En sommigen gaan strijden en die geven het dan weer op. Nou, ik ben dus iemand die gewoon niet opgeeft. Ik weet dat wij geen kans maken. Wij maken geen kans tenzij dit wordt blootgelegd. Dan kan je allemaal wat denken, ja, dat zien we dan wel en ik doe het lekker voor mezelf. En de rest zoek het maar uit. Maar er komt de dag dat ook jij aan de beurt bent. Of het nou durende je werkende leven is. Of je pensioentje dadelijk hebt en dat er geen pensioen is. Er komt een dag gewoon dat jij wordt gepakt. En ik doe het eigenlijk niet meer mee. Totdat we gewoon een eerlijk systeem hebben. Totdat we weer wakker zijn. Totdat we inderdaad weer samen een verstandig bestuur hebben van dit land. Hè? En misschien van de wereld, want het is wereldwijd is dit aan de gang. Het is niet een lokaal probleem. Het is gewoon echt een wereldwijd probleem. En het probleem ligt hem, degenen die het geld scheppen, de geldscheppers hebben dus de macht om de politiek te sturen. Zij creëren noodzaken voor de veranderingen die zij zoeken. En die macht, dat is dus eigenlijk wat de oude Grieken al zeiden, dat de rijken een bedreiging zijn voor de democratie. En toen moesten dus elk jaar de rijkste gedeelte van hun vermogen afgeven, zodat zij die bedreiging niet zouden zijn voor de democratie. En ja, dat hebben wij dus niet meer. En dan zijn er dus mensen, ik geloof iets van 40, 50 of 60 mensen, die hebben net zoveel als de armste helft van de wereldbevolking. Dus die hebben met samen net zoveel als 3,5 miljard mensen. En dat is omdat onze wetten, die bepalen dus bezit. Het meeste van de wetten, zeg maar zo rond de 50% misschien, ik weet het niet precies, die regelen bezit. En dat wat ik zei, die roofridders, die hebben vanaf het moment dat wij het normale bestaan verlieten, waarin je alleen maar had wat je kon dragen, nog wieders. En toen zij aan de macht kwamen en zij de eerste wetten begonnen te schrijven omdat er
dat ze toch wel zagen dat de mensen die zij overheersten heel veel behoefte hadden aan recht en rechtvaardigheid. Wat ze in ieder geval hebben gedaan is geen beperking gezet aan het bezit dat je mag hebben. En dat zou rechtvaardig zijn, omdat je als je hard werkt moet je beloond worden. Oftewel, en ik weet niet of dat door hard werken komt, dat die paar mensen de helft van het bezit hebben, de helft van de aarde in bezit hebben. Ik denk het zelf helemaal niet. Maar wat er wel gebeurt is dat zij zo'n bedreiging vormen dat het een excuus is om onder andere de EU te beginnen. Omdat we alleen maar tegen de multinationals actie kunnen voeren als wij alle landen bij elkaar brengen, zodat we machtiger worden dan die multinationals.